Maar dat zijn rellen. De boel is er totaal ontploft. Om nog onduidelijke redenen zijn vandaag tientallen allochtone jongeren de straat opgetrokken. De politie is aanwezig en probeert het man en macht losgeslagen massa onder controle te krijgen. Deze massa groeit nog aan met een minuut. Wat are they saying? De jongeren scanderen luid: get up, stand up en ontwaak. Dat is de nazi. Oh jongen, toch, jongen, toch. Racist? Ja, dat is het eerste dat in mij opkomt. Is dat dan racisme? Het lijkt er toch wel op, hè? Het is de emotie van dat moment, jongen. Die zoekt naar het ergste scheldwoord dat ze kan bedenken. Dan is dit hier onze emotie van het moment. Omdat de racist twee van onze zussen afknalt, hè, voor een school. Man, al je iets weet van niks. En dan noem jij je eigen journalist. Oordeel of dat je al feiten kent. Sorry. Wat zegt jij nu? Sorry? Die gasten breken de boel af alsof ze allemaal familie of vrienden zijn van die meisjes. Zijn wij allemaal broeders en zusters? Waarom gebeurt zoiets door de Russen, Joden, Chinezen, Koreanen, Turken? Wat maakt u Arabieren zoveel agressiever dan al de rest? Om nou dit niet pikken. Maar in Shamal dan, en zijn geweldloos verzet. En fuck Shamal en zijn geweldloos verzet, dat had niks uit zijn. Hé, ze spuwen op ons. Voor nu, hè. Nu zullen ze wel luisteren. Ze zullen wat moeten. Je bent allemaal terroristen. Niet meer of niet minder. Och, jij bange blanke man. Fundamentalist. Racist. Al-Qaeda. Amodre. Is het nu?